Zal de battle tegen Leon dan toch echt gaan gebeuren? Maar gaat dat met of zonder Eternatus gebeuren? Welk type is Eternatus? Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe Pokémon Fire-type Only Challenge. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal, doe dat dan zeker even voor meer toffe Nintendo video's. En dan ga ik snel verder met deze challenge, waarin we dus alleen maar vuurtype Pokémon mogen gebruiken. Chairman Rose is echt een eikel geweest. Hij heeft de wereld soort van kapot gemaakt, althans dat probeert hij. En wij moeten hem natuurlijk eventjes een halt toeroepen, want dat kunnen wij natuurlijk niet accepteren. Hij lacht er ook zo bij alsof het een normaalste zaak van de wereld is. Hij denkt echt dat hij goed bezig is. Maar eigenlijk, ja, snapt hij er helemaal niks van, deze gozer. Dan kan je wel mooie haren hebben en een mooi baardje en een oorbel in je oor. Maar alsnog, doe normaal, vriend. Hij legt hier uit dat hij dus Eternatus heeft wakker gemaakt. En ja hoor, daar gaan we. Met epische muziek. Chairman Rose is blijkbaar toch de ultieme bad guy in deze game. Hij had het zelf waarschijnlijk niet verwacht. Maar hij begint met een Escavalier. En zoals ik al zei, begin ik met de enige vrouw in mijn team. Namelijk Dionne. En we kunnen hier ook Dynamaxen. Dionne, Incinerate. Hoppakee. Kijk, dit is wel chill, jongen. Hij gaat natuurlijk allemaal Steel-type Pokémon gebruiken. En wij hebben super, super effecte moves op al die Pokémon. Dus Chairman Rose, je bent gedoemd om te falen in deze battle, vriend. Hier, Klingklang is de volgende. Nog een Steel-type Pokémon. En dan zeg ik nog een keer Incinerate. Echt, ik vind deze soundtrack echt heel nice, man. Van Pokémon Sword and Shield. Die soundtrack is echt top-notch. Klingklang overleeft mijn eerste aanval. En hij gaat nu helemaal wild. Hij doet namelijk Wild Charge. En daarmee damaget hij ook zichzelf. En een tweede keer Incinerate. Sloopt Klingklang dan wel. Hoppakee, level 56 Klingklangetje. Je bent geklingklangd, vriend. Klein beetje HP erbij. Leveltje 56. Volgende. Berserker. Hele vette Pokémon. Een van mijn favoriete Galarian Pokémon wel. Ik ben wel fan van Berserker. Maar ook Berserker wordt geïncinerate. Want Dionne is gewoon kapot snel. En ook Berserker wordt gewoon kaart gesloopt. We zijn Dionne even lekker aan levelen in deze battle, jongens. Hoppla. Met de Shellbell krijgen we weer HP'tjes terug. Heel goed bezig. En dan Ferrothorn. Ferrothorn is wel een hele goede Pokémon. Kan je ook heel goed competitive gebruiken. En ik ben benieuwd of Ferrothorn wel mijn Incinerate overleeft. Ik denk het niet. Oh, jongens. Wat dit betreft hebben we wel echt het goede type gekozen voor deze challenge. Want met vuurtypes wordt dit wel echt best wel makkelijk. Steel-type Pokémon hebben helemaal niet zoveel weaknesses. Maar Fire is dat dus precies wel. Wilbo gaat ondertussen naar leveltje 54. En dan komt hij nu met zijn final Pokémon, Copperajah. En hij zegt, oh snap, dit is mijn laatste Pokémon. Dat ziet er niet zo goed uit. Nou, laat ik dan Dionne maar gewoon gaan Dynamaxen. Ik ben in ieder geval sneller, dus dat is super chill. Ik vind nog steeds mijn outfit ook super chill. Een vuur outfitje. Ik vind hem hartstikke mooi. Come on, Dionne. Pak hem. Pak die Copperajah. Alright, daar is die hoor. G-Max Copperajah. Ik vind wel de normale Copperajah toffer dan de G-Max versie. Ik vind deze een beetje... Ja, die slurf, man. Die is echt weird. Ik zie alleen maar slurf. Voor de rest zie ik niks. Come on, Max Flare is super effective. Sloop niet in één keer. Dan hoop ik dat ik één Dynamax aanval van Copperajah kan overleven. Ondertussen zijn we wel weer full HP. Dus dat is wel weer super chill. Kijk, Max Quake, hè. Ja, Max Quake is wel een problematisch aanvalletje. Ja, daar gaat Dionne. Oh man, Dionne, je hebt heel deze battle gefixt. Alleen één laatste aanval tegen Copperajah mocht je niet doen. Shit, hé. Nou, dan moet Ronald het maar even finishen. En dat gaat hem waarschijnlijk ook wel lukken met zijn Pyro Ball. Als ik niet mis, tenminste. Nee hoor. Hoppakee, we schoppen op Copperajah. Koppelikkie blampie, doempie dampie, bankie bankie. Deel. Geen idee wat ik daar allemaal zei. Boeien, in ieder geval Copperajah is down. Dat is het allerbelangrijkste. En Chairman Rose is verslagen. In ieder geval moeten we dus nu naar Eternatus. En oh ja, mijn vraag van de dag is... Welke Nintendo-character lijkt er op een Pokémon? Dus welke Nintendo-character zou jij prima zien in een Pokémon-game? Ik denk dan eigenlijk zelf gelijk aan Kirby. Kirby is bijna Jigglypuff. Het zijn allebei soort van roze, ronde bolletjes. Oh, wacht even. Hier is Eternatus. Dus ik zit heel verhaal over random dingen te vertellen. Terwijl hier zo gewoon Eternatus dus eventjes de climax in de game. Het gebeurt hier allemaal. Eternatus. Dus. Hij is hier de ultieme draak-Pokémon. Helemaal gestoord. Het is toch een draak-Pokémon of niet? Volgens mij wel. En Leon. Ja, Leon gaat hem proberen te vangen. Dat gaat hij doen samen met zijn Charizard. En met zijn Pokéball. Niet eens met zijn Ultra Ball. Gewoon met een Pokéball. Kijk, nee.
Dit gaat helemaal niet helemaal goed. Dag Pokémon. And he is back. Yo, en dan nemen wij het wel even over van Leon. Eternatus gebruikt flamethrower. Oh, dat vind ik wel nice. Dat boeit me niet zo helemaal goed. Wij doen even lekker rustig aan. Rock Blastie erop. Ja, chill. Rustig aan, joh. Hoppakee. 4. Ja, we hitten hem 4 keer. Maar volgens mij is dit geen Fire-type Pokémon, toch wel? Oh, nu gaat hij Dragon Pulse zien. En dat vind ik wel iets minder. Daar ben ik iets minder blij mee, vriend. Met je Dragon Pulse. Incinerate je erop. Oké. Okay. Het is wel een fire... Is het een... Wow. Is dit een fire-type Pokémon? Mag ik deze in mijn team doen? Oké. Dat was ik even kwijt. Ik wist niet dat... Nee, toch. Is die wel fire? Ik dacht niet dat dit een fire-type Pokémon was. Maar oké. Okay. Lekker bezig trouwens. Ik ga Don eens even healen. En dan ga ik zo wel even nog een keertje doen voor de zekerheid. Hoppakee. En we zijn weer vol. Dan gaat hij weer door met Dragon Pulse. Die vind ik niet chill, man. Ik wil je eigenlijk vriendelijk vragen om daarmee te stoppen. Nu doet hij Cross Poison. Volgens mij hurt dat hem ook, of niet? Ik ben in ieder geval poisoned. En hij is geburned, dus dat is wel relaxed. Kijk, oké, ja, lekker. Eternatus wordt geraakt door mijn Rocky Helmet. Dan ga ik door met Rock Blast. Als ik hem nu 5 keer raak, komen we een heel eind, jongens. 4 en 5. Ja! Ja! Ja hoor, lekker bezig Donnie. Dat heb je toch wel aardig goed gedaan, moet ik eerlijk zeggen. We kunnen hem natuurlijk nu nog niet vangen. Daarom gooi ik geen pokebal op hem. Dat kan niet, je kan hem niet in eerste instantie vangen. Hij moet namelijk eerst dit doen. Hij moet namelijk eerst de epische Eternatus worden. Allerepische Eternatus die... Hoppakee, ja, dit is niet normaal. Ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar het is niet normaal. Kijk hem gaan, jongen. Een of andere Mega Rayquaza-achtige Pokémon. Waar is zijn hoofd trouwens? Ik zie zijn hoofd helemaal niet meer. Wat is dit? There we go, Eternatus. En we gaan dit even samen met Hoppy proberen. Oké, jongens. Ik kan geen moves gebruiken. We kunnen niks doen. Oh, nee. De grote paniek. Ook Dubbel kan niks doen. En de enige oplossing is om het zwaard en het schild te gebruiken. Die we hebben gevonden in de Slumbering World. We roepen Session. En ze hebben Zenta. Kom ons helpen. We hebben jullie hulp nodig. Hey, ja hoor. It's happening. Daar zijn ze. De twee bazen, jongen. Oh, wat een bazen. Oh, snap. Ja hoor. Daar zijn ze. Echt zo tof. Ja, man. Elke keer als ik dit stukje speel, dan denk ik weer van... Wat was dit toch een vette Pokémon game, jongen. Het is volgens mij nu al de derde of de vierde keer dat ik hem uitspeel. En ik blijf dit zo gaaf vinden. Hoppa. De ultieme vormen van Session. En Zamazenta. Hoppakee. En daar is die andere. De baard Pokémon. Ik vind het zo cool. Go. We pakken die Eternatus. Let's go, Session. Let's go, Zamazenta. Oké, ze beschermen ons nu nog. Straks gaan ze hopelijk ook aanvallen. Dat zou super chill zijn. Want Max Murm wint. Ja, kijk, die doet best wel pijn. Dit is niet chill. Dit is niet leuk. Dit moet hij niet te vaak doen, jongen. Oké, double edge. Kijk die double gaan, jongen. Hoppy is zo trots op zijn double. Echt heel cool. Rock Blast. Doet bijna geen damage. Maar we raken hem voorlopig al 3 keer. Ja, ik heb wel een beetje het gevoel dat Session en Zamazenta deze battle voor mij moeten gaan winnen. Kijk, dit is chill. Behemoth Blade. Ja hoor. Deze moet je even op zijn bakkes doen. Kijk, dit doet veel meer pijn dan dat Dubbel en ik doen. Zamazenta doet er ook eventjes eentje overheen. Behemoth Bash. Daar gaat hij hoor. Bam. Lekker bezig man. Turner gaat nu voor Max Flare. Ja, die doet aardig wat pijn hoor. Dubbel gaat weer voor de Suicide Mission. Die doet weer Double Edge. Ik doe nu even Incinerate, maar ik mis. Oké, lekker dan. Nou, dan gaan we maar weer terug naar Rock Blast. Ja, echt, zij moeten het winnen voor mij hoor. Deze aanvallen zijn super epic. Hoppa. En nog eentje op zijn bakkes. Terwijl deze vorm van Eternatus dus geen eens een bakkes heeft volgens mij. Weet je wat ook wel een leuke Pokémon zou zijn? Yoshi. Yoshi lijkt me ook wel een geinig Pokémonnetje. Terwijl die vol aan het aanvallen is op Don. Yo, dude, dat vind ik niet relaxed man. Laat Don eens even met rust, joh. Laat Don gewoon even rustig een Rock Blastie doen op je hoofd. Bro, dat doet toch per keer maar 1 HP damage of zo. Dat schiet allemaal niet op. Even switchen naar Wilbo, want ik wil niet dat Don down gaat. Ondertussen gaan Session en Zamazenta toch weer lekker aanvallen. Dus helemaal prima. Bam. Oké. Begint steeds minder damage te doen, zo te zien. Maar de grote vraag is... Mogen we hem straks gaan gebruiken in ons team? Ik moet hem vangen, sowieso. Je kan hem niet vangen. Mogen we hem ook gaan gebruiken? Nu doet hij Max Murmwind op Dubbel. Nee, arme Dubbel. Hop, je Dubbel is down. Nou, dan maar Snorlaxy. Session, stop met aanvallen. Dat is jammer. Oh, we doen nu echt heel weinig damage opeens op hem. Ah, laat me Wilbo met rust. Crunch doet hem ook helemaal niks, joh. Kom op, Snorlax. Oké, high horsepower. Lekker. Dat was super effective. Volgens mij is Eternatus serieus gewoon een Fire-type Pokémon, hè. Dus als ik dik doe, dan is dat ook super effective. Session, ga even aanvallen, man. Session doet de hele tijd de howl. Zamazenta doet opeens crunch. Dat doet helemaal geen damage. Volgens mij zijn hun aanvallen op, jongens. Nu krijgt Snorlax een klap. Wilbo gaat even
even onder de grond. Als een diglet. Lex Snorlax, we zijn er bijna. Die Turner schoot nu een Max Flare. Oh, snap. Oh, oh. Gaat die down? Oh nee, Session is down. No way. Oké, dik. Oh, bijna. Snorlax, je mag het afmaken, man. Snorlax. Wat een baas. Snorlax flikt het gewoon. Yo, maar eigenlijk mag Hop hem nu vangen, hè? Hop gunt het gewoon aan ons. Weet je wat? Ik gooi hem gewoon rustig in een Premier Ball. There we go. Kom maar in mijn Premier Ball. Ja! Ja! Lekker! En daar komt hij hoor. Wat Leon niet lukt, hè? Dan lukt deze Pokémon trainer wel. In een Premier Balletje. Eternatus! Woep woep! En alles is weer goed. Session is weer terug. En hij huilt samen met Zamazenta. Ze gaan er vandoor. En de zon komt weer terug achter de wolken. En alles is weer goed. In Galar. 3 dagen later zal de battle tegen Leon dan toch echt gaan gebeuren. Maar gaat dat met of zonder Eternatus gebeuren? Welk type is Eternatus? Oh nee, hij is Poison Dragon. Ik dacht echt heel even dat het een Fire-type Pokémon was, jongens. Maar nee dus, we mogen Eternatus dus niet gaan gebruiken. Maar ondertussen zou ik wel een Rotom kunnen gaan vangen in de Lake of Outrage. En dat vind ik eigenlijk best wel even een geinig idee om nog te gaan doen. Even kijken of we nu toch echt wel die Rotom kunnen gaan pakken. Want ik denk dat die tijdens de donderstorm wel hier moet zijn, jongens. Oh, daar. Daar is Rotom. Oké, niet in die Golurk zitten, alstublieft. Ja, kijk. Oké, nice. Nou, denken jullie waarschijnlijk. Maar Rotom is toch een electric type? Dat klopt, maar je kan er dus een electric en een fire type van maken. Nou, hoop ik dat ik hem niet in één keer kapot maak met Incinerate. Oké, overleef je dit? Oh, dit overleeft hij makkelijk. Het regent natuurlijk ook. Dus mijn fire type moves zijn ook gewoon niet zo sterk op dit moment. Hij doet discharge. En dat paralyzed mij. Ja, dat is even minder. Zal ik dan maar gewoon even een pokeball gooien? Ik gooi een luxury ball. Eens even kijken of dat lukt. Rotom vangen in een luxury ball. Terwijl die nog ineens voor de helft down is. Oké. Dat had al weinig kans van slagen. Ja. Laat ik hem dan nog maar even iets meer damagen. Hou eens even op met je discharge, man. Kom op. Die paralyzation is ook irritant. Ik ben bijna down. Doe eens niet zo moeilijk, Rotom. Laat me je gewoon even raken, joh. Kom op. Oké, nice. Ik incinerate hem nu. Maar het doet echt zo weinig damage, man. Aan de andere kant is het een voordeel dat het weinig damage doet. Want dan weet ik zeker dat hij niet down gaat. Alleen hopen dat hij geen self-destruct move heeft of zo. Volgens mij heeft hij dat niet. Oké. Incinerate. Gaat hij in het rood? Hij gaat in het rood. Ik ga gewoon nog een luxury ball gooien. Ik vind dat een hele mooie pokeball. Het zou leuk zijn als ik Rotom in de luxury ball weten vangen. 2? Oké. Ah, nee. Oké, laatste poging voor een luxury ball. Kom op. 1 en 2 en 3. Ja, kom maar. Kom maar, Rotom. Kom maar, lekker. Oké, ziet u dus? Hij is nu electric en ghost. Maar daar kunnen we dus electric en fire van maken. Nou wie gaan we Rotom vernoemen? Rotom is super snel en hij weet alles. Weet je, ik ken deze gozer niet persoonlijk. Maar het lijkt me zo'n hele drukke YouTuber die overal en nergens is. En van de ene plek naar de andere plek kan gaan. Net als hoe Rotom dat doet. Job, DutchTuber. Jij bent volgens mij echt zo'n freaking drukke gast. Ik denk wel dat je heel aardig bent sowieso. Ik ken je voor de rest niet, maar je komt me over als een hele drukke guy. Dus gefeliciteerd, DutchTuber. You're in the game. You're my Rotom. En ik denk dan toch dat Wilbo eruit moet, jongens. Oh, snap. Wilbo, ga je nou gewoon het einde niet meemaken? Oh, nee. Je zit al zo lang in mijn team. Oh, dit doet wel een beetje pijn. Oké, daar staat hij ook in de overlay. En jullie zien nu dat het een Heat Rotom is. Maar dat is hij officieel nog niet. Dus laten we even naar Winden gaan. En dan kunnen we er hiervoor zorgen dat het dus een Heat Rotom wordt. Dus ook een Fire-type Pokémon. Ik weet niet meer precies in welk huisje. Volgens mij, het is in een van deze huisjes. Nee, niet bij haar. Even kijken hoor. Bij wie was dat? Het was bij een man, maar ik weet niet meer bij welke man. Is het bij jou? Volgens mij is het bij jou. Ja. Moet eerst zijn Rotom nog even weten te verslaan? Kijk, hoppakee. Daar is die van hem. Ja, dat is een grastype Rotom. Dus wij gaan hem gewoon even keihard heatcrashen. Oh, zijn Rotom is level 34. Dat is best wel schattig. Oh man, arme Rotom van level 34. Oh, je hebt er nog meer. Oh, oké. Ah, kijk, oké. Je hebt ook nog de watervariant. Die gaat even keihard hydro pumpen. Tuurlijk, jongen. Hydro pumpen maar. Oh, wow, rustig. Ja, dat is natuurlijk 4 keer super effective, jongens, die hydro pump. Straks gaan we verliezen van een level 34 Rotom. Nee, we gaan niet verliezen van een level 34 Rotom. Thomas een level up en Bardo nog even een level up. Beide level 57. Oh, je hebt er nog meer, joh. Het enige nadeel is er natuurlijk wel dat ik nu geen grondtype aanval meer heb. Nu ik Wilbo uit mijn team heb gehaald. Dus ik twijfel nog wel een beetje, hoor. Of ik Wilbo er nou in moet doen. Of in dit geval Job. Ik...
Ja. Wat zullen we doen, jongens? Ik twijfel nog een beetje. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Oké, dat was het. Toppie. Kijk, nu hebben we de Rotom Catalog. Ja, kijk, dan moeten we hem dus de Microwave Oven maken. En dan, inderdaad, wordt het een Fire-type Pokémon. Ja, ja. En dan wil hij ook Overheat leren. En dan haal ik Trick wel eventjes weg. Die hebben we toch niet meer nodig. Ja, dan moeten we nu alleen even kijken of we Dirk kunnen leren aan Rotom. Ah, nee, dat ging helaas niet. Maar ik heb hem wel aan Don geleerd, zodat we toch onze grondtype move houden. Dus Don kan nu een grondaanval. Plus, we hebben nu een elektrische aanval door Job. Ik denk uiteindelijk dat dit het beste is voor mijn team. Jongens, dit was het. Op de valreep hebben we dus toch nog een nieuwe Pokémon toegevoegd aan het team. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickettune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!